Goedendag, ik ben Marlies Moor, sinds 3 weken directeur van de Schildklierorganisatie Nederland. Deze week werden wij geconfronteerd met een buitengewoon belangrijke zaak. Zoals velen van u weten, werd er gewerkt aan een lijst met medicijnen die niet gewisseld mogen worden. De lijst wisselen ongewenst. Dinsdag is deze lijst gepubliceerd door het College ter beoordeling van geneesmiddelen, het CBG. En ons medicijn, levothyroxine, staat er niet op. Echt ongelooflijk. Son is hier boos en teleurgesteld over. En niet alleen wij. Op social media lezen we ook jullie reacties, vol ongeloof en woede hierop. En ik schrik van wat ik lees. De ellende die velen van jullie mee hebben gemaakt. De angst om het weer mee te maken. Zeer begrijpelijk. Maar weet, we horen jullie als patiënten en voelen met jullie mee. En we laten jullie niet in de steek. We zijn niet alleen boos en teleurgesteld, maar ook zeer verbaasd. Er is met behulp van medici een zware onderbouwing geleverd voor het plaatsje op de lijst. Er ligt wetenschappelijk onderzoek. Internationale schildklierorganisaties pleiten ervoor. Ons pleidooi voor een plaats op de lijst wordt gesteund door de voorzitters van de internisten en endocrinologenverenigingen NIV en NVE. En notabene zelfs het CBG zelf, die de nieuwe lijst maakte, stelde tijdens de Tirax-affaire: bent u goed ingesteld om een schildkliermedicijn, dan is het beter om dat medicijn te blijven gebruiken. Hoe kan dit inzicht ineens veranderen? En waarom staan we er dan niet op? Zeker weten doen we het niet, maar wij vermoeden dat de hoofdreden een kostenbesparing is van ongeveer 3 euro per jaar per patiënt. Waar hebben we het over? Onze adviezen zijn dus in de wind geslagen, zonder enige terugkoppeling. En Son legt zich hier niet bij neer. Ik leg me hier ook echt niet bij neer. Via verschillende wegen gaan we eraan werken om levothyroxine alsnog op die lijst te krijgen. De lijst wisselen ongewenst. Om te voorkomen dat een groot deel van de 500.000 gebruikers het risico lopen weer ontregeld te raken, ziek te worden en andere ellende mee te maken. Een enorme aanslag op de kwaliteit van leven. Vooralsnog krijg je in de apotheek, als het goed is, gewoon je eigen merk mee. Gebeurt dit niet, lees dan op onze website wat je eraan kan doen. Ten slotte, wil je naar aanleiding van deze boodschap je verhaal kwijt? Heb je een vraag of een tip? Dan vind je op onze website een formulier. Vul dit zoveel mogelijk in. Dat maakt ons nog sterker naar Den Haag toe. Of mail me rechtstreeks op directeur@schildklier.nl. We houden jullie op de hoogte. Dank jullie wel.